We gaan weer stoken, jongens. We staan op een hele bekende locatie. Als de cameraman even omfilmt. Moet je kijken. Het oude vertrouwde schoolpleintje waar we alle compilaties opnamen vanaf 2014 tot en met 2018, denk ik. Maar we dachten toch van ja, we hebben nu een hele tas met Kat 1. En dan gaan we toch even door deze woonwijken lopen. Omdat er heel veel mensen daarna vragen om gewoon Kat 1 door de woonwijken te stoken. We willen wel rekening houden met mensen, dus we blijven verplaatsen. En als mensen zeggen willen jullie weggaan, dan gaan we gelijk direct weg. Maar eerst wil ik jullie even op het volgende mededelen. We hebben Viscolont van yourpyro.nl, jongens. Kortingscode PYROTEAM Delft en je krijgt goede korting. Ik zou zeggen, heb je nog Viscolont nodig? Het is legaal, je kan het daar kopen. Ik dacht bij mezelf, zullen we gewoon even een heel bossie gewoon in één keer aansteken om te laten zien. Dit is dus gewoon het lont van vuurwerk. 3 mm, hè? Gewoon zo aansteken. Ik zou iets langer. Ja, zo. En dan is het een beetje, je weet toch, een beetje een effect. Ja, dit is dus Viscolont, daar kan je ook vuurwerk mee verlengen. Daardoor wordt het ook veiliger. Is het geen snel lont? Ja, dan wordt het rennen. Dan gebeurt het. Ja. Kijk. Mooi, man. Ja, het kan wel eens wegschieten. Zo. Die roken. Het laatste stuk, joh. Het laatste stuk gaat vanwege vliegen. Voetzoekers. Dit lont is ook te koop. Yourpyro.nl, PYROTEAM Delft voor korting. Link staat in de bio. Binnenkort kopen ze dit weer. Oh, dat was niet de bedoeling. Mooi, man. Mooi categorie 1 vuurwerk. Ze denken, daar gaan ze weer. Kleine. Ja, we hebben ook een dummy bij ons, jongens. Dat is ook grappig, dan denken mensen echt dat we zwaar geschud hebben. Kijk, zo kan je dat leuker maken. Zo, moet je kijken. Een hele pot, gek. Pas op. Lachen. Leuk, man. Hey. Wanneer is het in je ogen komen? Ik ben benieuwd, man, of ze door corona nog Kat 1 verkopen bij de Aldi. Ik weet niet, ligt eraan. Het zou echt triest zijn als dat niet zo zijn. De beste wensen! Zo, hey! Dat was niet de bedoeling bij die man. Pas op! Wel rare mensen dat ze er niet even zeggen, hey, beste wensen, hè? De, stel altijd, je voor dat zijn criminelen die vuurwerk aan het afsteken zijn. Altijd maar dat negatieve. De beste wensen. Pas op. Nieuw in de schappen. Pas op, politie. Zullen we naar dat pleintje staan? Die andere. Juist, ik denk dat die. Ja, jongens, we hebben natuurlijk weer de knetterlinten. Wat chill is aan de knetterlinten is dat eigenlijk de Lidl dit jaar ook knetterlinten gaat verkopen. Waarschijnlijk dezelfde verpakking. En volgens mij ook dezelfde prijs. Maar dit kost geen drol, toch? Deze. Nee, dus dat is heel nice. Want knetterlinten blijft het beste Kat 1 vuur wat er is. Dus denk 3 euro dit of zo? Dat pakje? Een paar hieronder. Die hebben ook een paar matten gedaan vroeger, gek. Leg alles in één keer. Hey. Ja, dat gaat flink klinken, man. Het lijkt echt alsof we hier gewoon echt een zieke mat worden afgestoken. Ziek toch? Nou, dan gaan we nu de cake doen, jongens. Ja, dat was weer goed, hè? Dat waren niet echt knetters, man. Ja, het was scheetjes, gast. Nou, dit is ook een bekende plek. Wij stoken hier altijd al die Kat 1. Volg jij ook. Zo, hij vliegt weg, gek. Volgende locatie. Blaadjes in de fik, man. Met de cake. Die lopen gewoon door de wijken zo. We hebben nitro's nog over van vorig jaar. En ik vraag me echt af, omdat dit jaar knalvuurwerk verboden is in Nederland, hoe je dit tegen een agent bijvoorbeeld
kan zeggen dat dit geen knalvuurwerk is. Snap je? Lijkt op een blast. Nee, maar even eerlijk, het lijkt gewoon knalvuurwerk. Ook. Maar het heeft de dikte van een blast. Ja, gast. Gast. Kom op, hé. Ik ben niet gewend, man. Stik ja. Met plasma's. Of wat deed deze ook weer? Weet niet. Oh ja, een soort fonteintje, man. Oh ja, dat was het, hè? Allah, steek er even een paar achter elkaar aan. Shit, jongen, jongen. Ja. Wel leeg, hoor. Alleen de rest ging niet aan. Het is alleen vet als er meerdere tegelijk gaan, ouwe. Hey. Hey, die andere ook, man. Ja, gast, ga. Loop. Juist. Zo. Voor de bij. Hier. Volgende locatie. Ja, doe maar. Zo. Jezus, hé. Hey, jongens, ga weg. Dit mag. Ga weg. Dit mag. Zeg je? Dit vuurwerk mag. We waren weer op locatie. Natuurlijk weer mensen die aan het zeuren waren. Dus wat deden we? Direct naar een nieuwe locatie. Het is ongelooflijk waar mensen om zeuren. Maar goed. Wat hoor ik nou weer? We hebben ook even wat extra bijgehaald voor jullie te stoken, anders was het wel heel weinig. Dus hier hebben een paar knetterballen, dit is allemaal van de intratuin. Er zitten van die plastic dingetjes in. Nog een paar achter elkaar voor je. Hoppa. Hoppa. Kijk hoe die eruit zien, gek. Geen plekken. Dan wachten we even op die hond. Die hond is ook niet bang. Nee. Zo, dan hebben we een hele tas hier zo. Flitspalen. Je kijkt voor de echte knallers. Zou die het doen in het water? Dank je. Zo. Hetzelfde effect als bij een vuurpijl. Ja, man. Hier. Black Boost. De enige echte. In het water? Aansteekje ook van Your Pyro. Piccolo Corsair. Hey. Wat? Holy shit, gast. Dat is wel logisch. Net oké. Jongen, ik wil hem gewoon aan jou geven. Is het knetter? Hoop het. Helaas. Ah. Stooksessie! Voor de echte kerel. Daar zit het. Hey, huh? Piccolootje. Ja, die doet het niet meer. Kijk, kijk, kijk. De oelala's. Wat deed dat ook weer? De oelala's, zo, die gaat echt de lucht in, hoor. Je stelt toch niks voor? Huh.
hebben we ook nog hier de Hulk. Ik weet niet wat daarin zit. Dit noemen ze de Hulk. Nou, er zullen wel een paar balletjes uitkomen ofzo. Ah, hier, dat doet echt niks. Oké, deze hebben we ook nog. De Ripple. Gaat niet hoor. Hey, dat ging wel dik hoor. Hier, kijk, de Ripple. Wat doet deze dan, kereltje? Gaat de lucht in? Ja, joh, dit is niks. Die hebben deze nog. Voor Desley. Hoppa. Oh, dat trek ook niet goed eruit. Hoppa. Weet je het ook? Nou, dat was het.